cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Als je de vlog van vorige week hebt gezien, dan heb je vast gehoord dat ik vroeg aan het einde van de vlog in de end sleet. Dat Hans en ik aan het overwegen waren of we nou het hele weekend gaan vloggen of dat we het alleen de vrijdag houden. En dat ik een beetje het idee had dat we meer een band op kunnen bouwen samen. Als je begrijpt wat ik bedoel, als we het hele weekend vloggen. En ik denk ook dat het nog realistischer wordt dan dat het nu is. Wij waren best wel voor. We hadden er heel erg zin in om het hele weekend te gaan vloggen. Ik moet nou niet te maken. En jullie waren ook heel erg enthousiast. Dus yay! We gaan het hele weekend vloggen. We gaan het in ieder geval van dit weekend doen. Dit weekend is het eerste weekend dat we heel het weekend hebben gevlogd. Het is nu nog een beetje rommelig, want we wisten het vorige week pas. Ik heb even de comments 8 afgewacht. Dus er zijn ongeveer 2 dagen achter elkaar. En dan zit er nog een dag van de week bij. Maar dat is dus een beetje rommelig. Maar voortaan is het wel echt dat we proberen de vrijdag, zaterdag en zondag te vloggen. En dat die dan de week daarna online komt. Ik hoop heel erg dat je het leuk vindt. Sommige mensen die dachten dat we dan de vrijdag, de zaterdag en de zondag in 1 vlog gingen doen. Nee, we gaan het dan echt in losse vlogs doen. En dat komt niet op mijn site. Alleen de vrijdag komt dus nog op mijn site, op A Cup of Life. Daar zal dan dus de vrijdagvlog komen. En om de zaterdag en de zondag vlog te zien, als je dat dus leuk vindt, dan moet je dus echt naar YouTube toe en subscribe je, want het is gratis. Dus abonneer je en dan blijf je gewoon op de hoogte. Je krijgt meldingen, dus het is ontzettend handig als je je aanmeldt. Ja, ik hoop gewoon heel erg dat jullie het leuk vinden. Dat wij het ook leuk blijven vinden. En we gaan het gewoon even aankijken. We gaan het gewoon proberen. Nou, dit is nu donderdagavond, want ik ben nu aan het monteren. Dus dat was gisteravond. En nu komt de vlog dus van vorige week vrijdag. Sorry dat ik zo chaotisch altijd ben, maar ik hoop dat je het nog begrijpt. Als we even terugspoelen, want volgens mij zei ik wel iets logisch. Nou goed, nu komt in ieder geval de vlog. En dit was eventjes tussendoor extra opgenomen. Oké, okay, over en uit. We zijn pas naar een hele leuke winkel geweest. Dat is van Dijks en Co. Of Dijksman en Co. Ik vergeet dat elke keer. En Neef Louis. Dat zijn 2 vintage winkels die in Noord-Amsterdam zitten. Amsterdam-Noord. Noord-Amsterdam. Amsterdam-Noord. Dus op het IJ. En ik had daar heel vaak over gehoord dat ik daar eens heen moest. Want het zouden dus echt heel erg leuke vintage spullen hebben. En ze hebben ook echt ontzettend... Wat doe je allemaal? Hallo? Hey. Kom. Hij zit constant achter vliegen aan. Hij voelt zich zo in je wachthond. Maar ze hebben dus heel veel vintage spullen en we zijn er geweest. En de spullen waren echt ontzettend leuk. Heel erg duur ook, maar er zaten ook heel veel leuke spulletjes tussen. En we hebben 1 dingetje gekocht waar ik heel blij mee ben. Maar ik ben nu een beetje aan het zoeken naar een goede plek om het neer te zetten. Kijk, ik moet hem nog schoonmaken hoor. Dus vandaar dat die plek erop zit. Het is een karretje en hij is, wat was hij? €35 was die. En ja... Ik vind het gewoon een heel leuk karretje. Maar dan ga ik nadenken, zal ik hem verven of zal ik hem in die kleur laten? Ik vind, ik vind het wel leuk dat hij zo vintage groen is. Maar ja, ik denk, zou het iets vet zijn als ik hem of een fel kleurtje geef of gewoon een beetje neutraal wit? Daar ben ik nog over aan het nadenken. En ik ben nog over aan het nadenken over de plek. Dus dat is nu hier onder de koelkast. Maar we kunnen hem ook bijvoorbeeld hier aan deze kant naast de koelkast zetten. Dus aan, zowel aan die kant of aan die kant. En ik vond aan die kant een beetje onhandig, want dan zit je met de deur en dan kun je er minder makkelijk langs. Maar ik zou hem dus aan deze kant kunnen zetten. Nou, kijk. En dat kan ook. En als ik hem naast die koelkast zet, dan vind ik het leuk als die die kleur blijft. Maar als ik hem dus hier zet, dan denk ik wel dat ik hem een kleurtje wil geven. Lastig. Echt heel lastig. Maar goed, ik vind het een heel vet karretje. We zijn er echt heel erg blij mee. En we hadden ook nog wel wat meer opslagplek nodig. Dus ik ga maar eens even heel flink schoonmaken. Want dat is wel echt heel erg nodig. Maar goed. Hans, wat ga je daar doen? Ik ga het. Probeer daar wat. Ik ben hier. Ik ben hier. Oh, wacht. Even zitten op elkaar. Sorry. Dat was niet de bedoeling dat ik wat filmde. Ik draag heel vaak even zo'n soort sokken. Omdat wij zoveel verschillende soorten sokken hebben dat ik het niet meer weet. Maar goed. Te bedje wel. Weet je wel. Maar van wie verstop je hier dan? Mijn handmok kan je zitten. Nee, van wie verstop je? Charlie. Ja, maar Charlie heeft Hans zijn stem. Hans zit een tijd uit zijn werk en heeft... Jij moet hem wel naar de woonkamer lopen, hè? Dat hij... Ja, ik zeg niks. Ik volg hem gewoon. Nee, anders blijft hij om. Sst. Hey Charlie. Kom je lekker naar binnen? Ga
ga je doen? Hij heeft niet de handjes aan gehoord. Hij denkt, hè? Oh, hij ruikt in je schoenen. Sorry, het is echt een bende hier, want ik mijn kleren had uitzoeken. Nee, ook niet onder de bank. Dat is mijn tas inderdaad. Zal ik je een beetje helpen? Zoek! Nee, daar! Daar, zoek! Hey! Ja! Hallo Charlie! Hallo, hallo, hallo! Dat is leuk! Dat is leuk! Verrassing! Hey. Oké, we zijn er klaar voor! Ja! Dit doet me heel erg denken aan de vorige keer, vorige vlog. Toen stonden we ook zo en toen gingen we naar het strand. Ja. Gingen we ook naar het strand, toch? Ja. Ja. Lijkt wel bijna een beetje met spullen. Met onze tas vol met spullen. Ja, we gaan fashion shows doen. Ja, ook niet naar het strand. Goed, heb je alles of niet? Deze tas doen we. Ja, alles. Okay. Snel voordat Charlie hoort dat we weggaan. Heb je ook sleutels en zo? Oké. Okay. Dat is de laatste tijd steeds als je sleutels pakt, dan begint je al te huilen. Ja, dan keer een hele andere fashion show doen dan normaal. Want de special shoot zit op al. Pas maar buiten nu, hè, met filmen. Oh, je ziet er toch niks? Nee, maar de overgang. Moet nu pas weer. Oké, ik moet even stoppen, want Hans is bang dat onze deur wordt herkend. Dit is onze deur. Nou, inmiddels zijn we 1000 meter verder. Dit is wel heel dicht bij ons huis. Nee, dit is niet heel bij ons huis. Dit is, wat moet ik nou zeggen? Goed, als ze het best doen, vinden ze het toch wel, joh. Onder mijn meisje gezet. Maar we gaan een keer een andere fashion shoot doen dan normaal. We gaan het nu, normaal doe ik 1 fashion shoot en nu gaan we een beetje een mix maken. Dus ik heb 6 kleren, 6 kledingstukken en daarmee ga ik 6 outfits maken. En dat vind ik echt heel erg leuk, dat hele uitdaging om met 6 kledingstukken 6 outfits te maken. Maar eigenlijk gaat het best makkelijk en nu bedenk ik me pas hoe makkelijk je allerlei verschillende outfits kan dus maken. Dus je hebt gewoon nooit meer kleren nodig? Dat wilde ik niet zeggen, dat is de conclusie. Volgens mij is het voor een man nog veel makkelijker, want jullie hebben... Ja, blouseje past op alles en yeah, past onder alles. Precies. Alleen kleuren en zo is maar verder maakt het allemaal niet uit. Nee, nee, nou goed. En dit doet me heel erg denken aan Taylor Swift. Ik weet niet of jullie die video kennen van 22 was het. Ja, daar is ze dan die aan. Ik vind hem zo vet. Dus ik vind hem ook heel erg leuk. Maar ik heb hem eigenlijk gewoon niet echt durven dragen. Omdat ik het echt een beetje zo'n zomerding vind. Ja. Maar ik zag gisteren ook al iemand hem dragen. Dus ik denk, nou dan kan ik er ook al mee door. Nou ja, goed. Dan gaan we nog steeds 1000 meter van ons huis vandaan. Het is heel leuk. Maar we gaan een fashion shoot doen bij de muur. Waar we ook onze trouwfoto's hebben genomen. Dus... deze stadsmuur, zeg maar de oude stadsmuur van de stad, zou ik maar zeggen. En daar hebben we in dat rondje hebben gezeten en zo. En hier waren toen allemaal mooie bloesems. Daar stond ik dan onder met een mooie witte lange jurk. Je had erbij moeten zijn. Good old memories. Nee, ik vind het heel erg leuk dat we nu een keer... En we hadden al eerder voor de muur gedaan? Nee. Wel hebben we gewild, maar... Herhaal je zin nog eens een keer? Dat zijn alle producten die wij altijd eten uit de... hoe noem je dat? Schap. Schaphamer. De mascara op je wang. Maar goed. Ja, het is echt heel erg. Maar, de aanmaak die wij altijd drinken uit het schap. Eerst werd het minder en toen eruit. We eten altijd bekoren pita broodjes. Want we houden gewoon niet van dat witte. Nee, en dan staat er binnenkort komt er een nieuw product. Kijk eens hoe mooi mijn vrouw eruit ziet. Daar kan ik wel lachen. Hij vindt het een heel leuk outfit, maar... het is wel een beetje gewoontjes. Gewoontjes. Dat is graag. Dat zie ik er altijd uit. Ik ken Sifa alleen maar in de pyjama. Die zit altijd maar in de pyjama. Dat zien ze op de vlog ook. Ja, ik dacht nog. Volgens mij zien ze het best vaak. Het is mijn vlog. Sifa, waarom kom ik niet zoveel in de vlog voor? Is dit echt een vraag waar ik op moet antwoorden? Ja, dat is echt een vraag waar je op moet antwoorden. Nee, je hoeft niet te antwoorden. Nee, ik neem de endsite wel over. Dan doe ik het zelf wel. Tut, weg Sifa. Wat? Wat? Dat is heel saai. Sifa die weet, een paar cadeautjes die ze krijgt, weet ze al. Dat is echt saai, dat is toch niet leuk. Zouden jullie nou een cadeautje willen krijgen voor je verjaardag dat je al weet? Ja, dat is niet maar. Ik wist ook wat ik kreeg trouwens. Ja. Ik moet even reclame maken voordat we op zaterdag en zondag... Oh, ik moet even reclame maken voor dat we op zaterdag... Ja, dat is wel echt zo. Nee, stil. Het is mijn endsleet. Dat is wel echt zo. Nee, stil nou. Stil nou. Ik heb een mooie weg. Oké. Kijk, luister, nu moeten jullie wel subscriben op ons kanaal, want anders mis je gewoon heel veel filmpjes. Dus eerder had je
nog het excuus van, ja, maar kijk het op de website. Maar dat excuus heb je nu niet meer. Nu moeten jullie subscriben. En als jullie er toch bezig zijn, kunnen jullie ook meteen liken. En dan zien we jullie morgen weer. Morgen toch? Ja, tot morgen. Doeg!